Goedemorgen, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor een gloednieuwe Sloep en Tenner videoblog. Vandaag gaan we het hebben over, vandaag eigenlijk, wat er allemaal gebeurt over, op zo'n doordeweekse vrijdag. Dat kan helemaal niet, een doordeweekse vrijdag, maar op een doordeweekse dag. En vandaag laten we jullie dus gewoon zien van het rijden en zeilen. We zijn natuurlijk druk met windstalling bezig. We zijn druk bezig met de verkoop van nieuwe boten, met afleveringen, met onderhoud en met nog heel veel andere dingen. En vandaag is het dus de drukste tijd van het jaar. Ja, wat we vandaag gaan doen zijn vanochtend is, daar zijn we meestal in de showroom bezig. Onze showroom gaat officieel pas open om 10 uur, soms zijn klanten er al wat eerder. En dan proberen we altijd voor die tijd wijzigingen in de showroom aan te brengen. Soms moeten we het even netjes zetten, omdat er boten uitgehaald zijn. Of we willen nieuwe boten in de showroom zetten. En nou hebben we vandaag deze Waterspoor 808. Die is een aantal maanden geleden verkocht, maar ja, het wordt nu mooi weer, dus de klant wil hem heel graag hebben. Vandaag gaan we er een track-and-trace systeem in bouwen. Alleen dat kunnen we niet binnen in het pand doen, omdat het signaal zeg maar, daar wat minder is om hem te installeren. Dus dat willen we graag buiten doen. Dus we gaan de boot ook gelijk in het water leggen, dat we gelijk kunnen proefvaren om te kijken of daar nog wat dingetjes naar boven komen. Nou, dat naar buiten trekken doen we altijd met een elektrisch karretje, want dat is heel erg zwaar zo'n boot natuurlijk. En dat doen we altijd met een paar mensen, zodat we goed in de gaten kunnen houden om... om te kijken of we niet tegen andere boten aanbotsen. Want ja, ook schade, daar worden wij ook niet blij van. Nou, we hebben alle middelen in huis om het op te lossen, maar toch doen we het liever niet. Nou, wat ook wel leuk is, we werden gebeld door klanten van deze boot dat de aandrijving van de boot niet goed zou zijn. Nou, dan nemen we altijd wat dingetjes door. Van goh, zie je wat onder de boot hangen of doe de motorkist open. Nou, onze monteur vraagt dan altijd wat dingetjes aan de klant van goh, om te kijken of we telefonisch kunnen oplossen. Nou, de oorzaak is hier wel duidelijk. Er zit een enorme tas of parasol, ik weet niet precies wat het is, in de propeller. Nou, we kunnen allemaal wel begrijpen dat het daar niet meer zo lekker vaart. Nou, er worden bij ons natuurlijk ook nog heel veel boten gebracht voor onderhoud of reparatie. Nou, deze boot wil graag een onderhoudsbeurt hebben. En deze klant is met de kiel, met de onderzijde van de boot, tegen de trailer aangekomen. En daar zitten er wat krassen op. Nou, deze kunnen we er waarschijnlijk uitpolijsten. Maar verderop zitten er wat schadeplekken die we opgezet met gelcoat, ook wat meer onderaan. En dat schuren en polijsten dan weg, zodat het weer helemaal hersteld is. Zeker onder water is het belangrijk dat de gelcoat helemaal gesloten is of dat de antifouling op de boot zit. Want ja, dat beschermt natuurlijk het polyester. Verder gaan we even naar de werkplaats. Nou, hier zijn we bijvoorbeeld een nieuwe boot, een Stout 850, aan het opbouwen. Natuurlijk komt hij met een aantal opties binnen, maar ook heel veel opties moeten we zelf nog inbouwen. Zoals een stereo, zoals een remarienscherm. De stereo zien we dat we allemaal gaten uit moeten boren. Je let niet op, Koen. Gaten uit moeten boren voor de speakers. Ja, dat is rondom. Nou, de koelkast moeten we nog eventjes inbouwen. Er komen inbouwbekers, bekerhouders in met LED-verlichting. Nou, kortom, er is altijd nog best wel heel veel werk aan een nieuwe boot. En wat Koen in het begin even liet zien, is uiteraard de vlag van Sloepen en Tenners. En een deel van die vlag, de opbrengst van de vlag. Niet een deel van de vlag, dat is heel raar. Knippen we af en die gaat naar Stichting Vaarwens. Nou, ook deze boot moeten we opbouwen, Primeur 17. Nou ja, gelcoat willen we natuurlijk niet beschadigen. Dus wat onze collega Dave hier nu aan het doen is, is eerst de boot helemaal afplakken met plastic, zodat er geen krasjes in de boot komen. Nou, uiteraard zijn we ook heel erg druk bezig met het leeghalen van de winterstalling. Meestal beginnen stallingen daar altijd 1 april mee. Wij zijn al wat eerder begonnen omdat we het mooie weer zagen aankomen. We hebben ongeveer 250 boten in en rondom het pand liggen voor de stalling. Misschien zijn er nog iets meer, ik weet het niet exact. Nou, die boten proberen we allemaal zo snel mogelijk in het water te leggen, maar uiteraard kan dat niet allemaal tegelijk.
Dus we halen ze één voor één eruit en dan controleren we ze of alles goed is, of de motor koelt, of er geen problemen zijn met de accu. Of alles klopt wat er gedaan moest worden. Nou, daar zijn we uiteraard eventjes mee bezig. Daar hebben we ook even de tijd voor nodig. Dus ik moet het heel diplomatisch zeggen voor de kijkers onder ons die ook de boot hier in de stalling hebben. We zijn echt druk bezig en ik verwacht dat we de komende weken heel veel boter in het water kunnen leggen. En dat we vroeg klaar zijn met de installing. Nou, we staan hier nu in het magazijn, in de werkplaats zou ik zeggen, in het magazijn. En hier zijn dus de voorraden voor de boten. Hier zitten de spullen dus in voor de boten. Maar heel veel spullen zijn dus gewoon hartstikke niet meer leverbaar dit jaar. We hebben enorme problemen gehad. Dus Rick is de hele tijd aan het managen van wat gaat daarin. Het is een beetje een puzzeltje om alles voor elkaar te krijgen, om het op tijd in de boten te krijgen. Dus ook hier achter de schermen zijn ze enorm druk voor jullie bezig. Ja, nee, ik hoop wel dat het lukt. In zo snel mogelijk. Ja, dit werkt niet. Planten die worden ontevreden. Godverdorie, alweer die telefoon. Verschuur Watersport, met Peter Blazen spreekt u. Een afspraak voor uw buitenboordmotor. Wanneer zou u dat gedaan willen hebben? Want het is op het ogenblik nog wel heel erg druk. Volgende week? Nee, spijt me. We zijn aan het plannen in 2030 nu zo'n beetje. Dus dat gaat hem niet worden, denk ik. Nee, over 3 weken lukt ook niet. Misschien over 3 jaar, maar... Nou, dat is... Nee, het is zo enorm druk. Dat gaat echt niet lukken. Het spijt me. Maar misschien bent u zelf erg handig en kunt u het probleem oplossen. Ja, ik ga gauw weer verder met... Met het inplannen van na 2030, dus dat wordt een drukke boel. Ja, fijne dag verder. Ja. Doei. Nou, dit was natuurlijk een geintje van Peter. 2030 is het natuurlijk helemaal niet. 2029 redden we denk ik wel. Uiteraard zijn we ook heel erg druk bezig met de productie van alle nieuwe boten. We hebben hier een nieuwe waterspoor die we helemaal zelf hebben afgebouwd. En vol met opties afmaken, zeg maar. Nou, er komen uiteraard ook XXX casco's binnen. Deze komt bijvoorbeeld net terug van de spuiterij. Want in de basis is een XXX natuurlijk gewoon een aluminium boot die er zo uitziet als de boot erachter. Alleen ja, hier hebben we hem dan naar de spuiterij gebracht. En dan kunnen we hem verder afbouwen. Er moet nog antifouling onder. We gaan er nog verlichting in maken. Er moet nog een kussenzet op, nog een kap op, nog een vloer in. Allerlei installaties, de motor natuurlijk. Dus ja, zat werk. Hoi, ik ben Monique. Ik ben verantwoordelijk voor de orders te verwerken en ik neem heel graag de telefoon op. Ik werk hier met heel veel plezier en daar waar nodig, daar ga ik ook even helpen. Dat kan zijn bij de verkoop of bij de andere collega's. Dus dat was het. Tot ziens. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Claudia en ik werk hier al een paar jaar bij Verschuur Watersport met heel veel plezier. Willen jullie weten wat ik dus allemaal doe? Nou, allereerst hier op de verkoopafdeling wordt het overspoeld met telefoontjes momenteel. Mailtjes, want het begint mooi weer te worden en dan wil iedereen natuurlijk zijn boot ook uit de winterstalling. Daar zijn we heel druk mee bezig. Maar ook de nieuwe af te leveren boten die wij in de winterperiode hebben opgebouwd. Zoals je ziet zijn we druk bezig met de afleverdossiers. Daar zitten hele belangrijke informatie in, de papieren van de boot, maar ook de registratie van de motor. Nou ja, zoals je kunt zien, dan krijg je nog wat lekkers bij cadeau. Wat doen wij hier nog meer? En wat doe ik nog meer verder? Voordat de afleveringen helemaal klaargelegd worden, ontvang ik de papieren van de importeurs. En die schrijf ik in. Ik mail heel veel met de klant, een aantal mailcontacten. Per boot heb ik wel over betalingen die ze doen. Elke betaling krijgt iedereen een bevestiging van de betaling. Wordt verwerkt op de order. Dus het hele orderproces hebben de mensen eigenlijk voornamelijk contact met mij. Wat doe ik verder nog meer? Ik zorg dat het winkeltje voorzien is van onwijs leuke producten. Dat iedereen lekker even kan shoppen. Vooral de vrouwen vinden dat natuurlijk erg leuk. En... verder gewoon enorm veel vragen van klanten ontvangen en proberen dat de mails en de telefoon zo snel mogelijk worden opgevolgd. Want ja, dat wil iedereen uiteindelijk toch. Nou, voor de rest is het gewoon heel erg druk in deze periode. We hebben nog veel meer om te laten zien, maar daar gaan we jullie niet mee vervelen.
Dit was gewoon het einde van deze Sloep & Tender videoblog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Een beetje een kijkje achter de schermen. En ik zou zeggen, heel fijn weekend. Ik hoop dat het zonnetje schijnt. En tot volgende week.